Maar nu eerst Victor Mits. Aanstaande zaterdag begint een nieuw televisieseizoen. Of we daar melding van willen maken, geen enkel probleem. Maar tegenprestatie is altijd een truc. Ja, zeker weten. Oké, kom maar op. Mag ik van start gaan? Ja, natuurlijk. Die wordt je juist van tevoren gevraagd om je mobiele telefoon mee te nemen. Ja. En de redactie heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk twee unieke zelfde exemplaren heb. Alleen dit zijn dummy-telefoons, dus deze zijn niet echt. Maar ze zien er wel precies hetzelfde uit. Dus in een envelop kan je niet het onderscheid maken tussen jouw echte telefoon en deze dummy-telefoons. Mm-hmm. Oké? Okay? Ja. En je hebt gezegd dat ik vooral heel goed op moet letten en jouw dingen moet opvolgen. Maar voor de rest... Met andere woorden, het is mijn eigen verantwoordelijkheid als er wat misgaat. Nou, dat gaat... Ik wil niet eens aan je telefoon komen. Oh, dat hoeft niet eens. Oh, ik maar je hebt wel op vliegtuigstand staan, toch? Ja. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Wil ik jou deze envelop geven en aan je vragen om jouw telefoon in vliegtuigmodus in de envelop te doen. En tegelijkertijd doe ik hetzelfde met deze dummy-telefoons. Mm-hmm. Dus deze dummy-telefoon gaat hierin. Er zit een klein ezelsoortje, zodat je hem zo dicht kan plakken. Ja. En dan doe ik datzelfde nog even met deze derde envelop. Zodat we nu drie enveloppen hebben, identiek, met in één daarvan jouw mobiele telefoon. Zou jij deze drie even op de stapel willen gooien en onder de tafel even een klein beetje door elkaar kunnen husselen? Zodat niemand meer weet, ook jij niet en ook jij niet, waar jouw echte mobiele telefoon zit. Want anders is dit niet zo spannend. Goed. Oké, dan mag je één van de enveloppen aan Matthijs geven. Maakt me niet uit welke. Gewoon vrije keuze. Maar ik wil niet dat je nu weet waar die zitten. Dus het moet echt een vrije keuze zijn. En dan mag je nu al kwijt, ja. Wat zeg je? Nee, dat ik het nu al niet meer En dan mag je nog één keer, om het iets spannender te maken, van envelop verwisselen, zodat je zo meteen afvraagt wat was er gebeurd als ik dit niet had gedaan. Dus wissel de envelop van Matthijs nog één keer om met een andere envelop. Ik deze weer terug? Ja, en wissel nog een andere envelop welke jij zelf wilt. Zometeen zul je afvragen wat was er nou gebeurd als dit niet was gebeurd. Mm-hmm. Matthijs, ik heb hier ook een sticker, daar staat veilig op. Ik zie het. Ja, dan mag je die veilig sticker zo even op de voorkant plakken. Over het vraagteken heen? Ja, waar je wil, gewoon zodat we weten dat hij helemaal veilig is. Rustig. Dit is zelf gekozen door jou, niks van tevoren afgesproken. Dus deze twee heb jij zelf geselecteerd. Nu gaat het interessant worden. Zou jij even naast mij willen komen staan met jouw gekozen enveloppen bij dat grote houtblok daar? Matthijs, blijf nog heel even zitten. Ja, ja. Ik kom er zo prima. Bij staan. Ik zie het houtblok echt dit voelt, voor eerst. Dit voelt een beetje maf aan, maar je moet me vertrouwen. Leg één van jouw twee enveloppen hier op de houtblok en die andere die mag je daar op tafel leggen. Nu heb ik hier een grote sloophamer. Dit is het vreselijk. Pak hem even bij de hand vast. Je moet hem een beetje zo uit elkaar houden. Hij is zwaar. Hij is echt Jezus, zwaar. Jezus, hij is zwaar, ja. Ja, maar dit kan jij. Bij drie ga jij zonder twijfel. Jij hebt alle keuzes gemaakt. Deze envelop. Zie je, jij hebt alle keuzes gemaakt. Een flinke tik geven bij drie. Twijfel niet. 1, 2, 3. Oh. Was niet... Okay, dat klonk niet helemaal lekker. Nee. Ik ga niet eens kijken of het is gelukt. Pak de andere envelop. Matthijs, zou jij misschien ook een ram willen geven? Vind je dat ook leuk? Ja? Oké, geef de hamer even aan Matthijs. Onthoud, Diewertje heeft deze keuzes gemaakt. Bij drie, zodat we zeker weten dat als hier haar telefoon in zit, dat hij het niet gaat overleven. 1, 2. Oké. Okay. Het klonk niet al te best. Je hebt het houtblok ook beschadigd. Maar dat vindt Diewertje niet zo erg. Maar, en onthoud nog één keer, jij maakte alle keuzes. Je veranderde zelfs nog van gedachten. Ja. Die envelop met veilig erop, pak die voor het eerst. Ik wil hem niet meer aanraken. Voorzichtig. Laat liggen. Ja, ik nee, pak nee, ja, je mag het maakt niet uit. Nee, laat die wat je het maar doen. Oké, okay, ja, prima. Dat is leuk. Zou jij hem open willen scheuren en willen kijken of jij op intuïtie de juiste keuze hebt gemaakt en jouw telefoon hier nog steeds in zit? En anders ben ik goed verzekerd. Dames en heren. Doet hij het? Nee. Zeker weten van wel. Hè? Ja, maar nee, dit is, ik weet niet wat dit is. Oh ja, verdomd. Ja. En even voor de duidelijkheid. Het is hem echt. Maak je geen zorgen. Maar er kwam ineens een soort het nieuwe seizoen cursus van... kwam er ineens. Dus het, nou ja. Ik wist van niks.